maar ik had nieuwe steunzooltjes aan mijn schoentjes. Ja? En ik ben daar natuurlijk heel tevreden mee. En daardoor ben ik nu 1 meter en 12 centimeter groot. Ik kom hier het volgende vertellen. Namelijk, ik heb een liedje klaar dat ik altijd zing als ik naar de mensen kom. Het klinkt als volgt. Ik ben maar 1 meter groot, al ben ik niet meer op de schoot. Ik wil graag groter zijn, maar ik ben nu eenmaal klein. Ze noemen me heen, heen, heen. Ik wil overal bij zijn. Ze noemen me heen, heen, heen. Maar ja, ik ben te klein. Oh, mijn broek zegt dat. Goed zo. Ja. En we zijn weer wel hoor. Ik ga heel veel op reis. Daarvan word je echt heel wijs. Ik raak ook overal bij, omhoog, omlaag en dan opzij. En ze noemen me heen, heen, heen. Ik er overal bij zijn. Ze noemen me heen, heen, heen. Maar ja, ik ben te klein. Zo, als ik dat liedje zing morgen, dan zou ik heel graag hebben dat jullie dat allemaal met mij mee zingen. Ik zing het nog eens eventjes voor. Eventjes mijn broek weer omhoog trekken. Zo, ja, prima. Ik ben dus kleine heen, maar zie ik hoe dit wordt ervoor? Prima. Mag ik nog eens het volgende? Ik ben dus kleine heen en ze hebben mij gevraagd om te hobby is reizen. Ik reis namelijk heel veel, elke week één keer. En wat het bijzondere daarvan is, ik heb ook al heel veel meegemaakt natuurlijk. Maar wat ik zo allemaal heb meegemaakt, dat zou ik u wel willen vertellen. Maar daarvoor heb ik meerdere dagen nodig natuurlijk. Goed, ben je het akkoord dat ik elke avond hier mijn verhaaltje kom doen? Ja! En ben jij ook het akkoord dat ik elke avond samen met jullie mijn liedje zing? Ja! Kunnen we het eventjes oefenen? Nee! Het klinkt zo. Ik ben maar 1 meter groot, toch eet ik niet meer op de schoot. Ik wil graag groter zijn, en ze noemen me heen. Ze noemen me heen, heen, heen. Ik wil overal bij zijn. Ze noemen me heen, heen, heen. Als ik dat zing, dan horen jullie dat uiteraard met elkaar mee zingen. Dan vinden wij dat heel leuk hier elke avond. Wat was mijn zin in? Stop. En nee, dat was niet. Vandaar dat ik dus gekrompen ben. Ik ben daar nog altijd een beetje verdrietig om. Moeder had nog geen kracht. Ze bruikt een pincel. Daarom is hij zo'n bekrompen mens. Het feit dat ik hier nu bij jullie ben, voel ik me echter helemaal op mijn gemak. Ik heb een hele lange reis achter me en ik zou heel graag een beetje uitrusten. Maar voor wij gaan uitrusten, zou ik nog eens voorstellen om nog heel even mijn het te springen. Het is zingen. En als je dus het refreintje hoort, dan zingen jullie zo. 1 en 2. Ik ben maar 1 meter groot, toch eet ik niet meer op de schoot. Ik wil graag groter zijn, maar ik ben nu eenmaal klein. Ze noemen me hey, hey, hey. Ik ben overal bij zijn. Ze noemen me hey, hey, hey. Maar ja, ik ben nu klein. Ik ga heel veel op reis, daarvan word je echt reis. Ik raak ook overal bij, omhoog, omlaag en dan opzij. Wat de inzet voor bepaalde afdelingen concreet betekent, wil ik graag eens overlopen aan de hand van de uitslagen van de atletiekdag van onze rakkers. Het is altijd heel aangenaam als wij een beetje competitie, een beetje wedstrijd in onze spannetjes steken. Vandaar dan ook dat wij heel blij zijn dat de mensen zich dan ook heel hard inzetten. Daarom hou ik me er ook aan om vanaf vanavond, telkens wanneer een atletiekdag en een hindernisgoedje is, heel belangrijke informatie door te spelen in verband met de standen. Niet dat dat nu zo belangrijk is om te winnen, maar het doet altijd deugd om je... We beginnen met de 10e plaats. Ik zeg het al, de laatste plaats is zeker niet erg. Het feit alleen dat jij geselecteerd bent om mee te gaan op die dag, is al een grote eer. De 10e plaats, Matthias Strink met 47 punten.
Ja, hier. Hij zat door je vijfde pint, hè. Ben je er alweer bij, Slee, om door? Ga je kapot? Kom dan. Dat is het zo. Dat is het zo. Man bij Mazotering en kan er nog niet man. Moet ik laten, madame. Gewoon of lagen. Ja, want, en dat is toen nog, over betonieren teksten, dat is toen nog korter. Aan hier de teksten. Dat is toch wel beter, maar hier zeg ik al. Want die bonen is veel langer dan dat, dus zijn toen nog gemakkelijker dan de andere. Dat blijft. Dus die bonen is langer dan die. Juist. Dus verder zijn toen nog gemakkelijker. Nog gemakkelijker of anders. Maar als je hier loopt, dan kan je die hier trekken, want je rond jongen staan en rond. Als je loopt naar zo, dan staat hier een muur. Kan niet meer deur. Scherp even hashi.
Kleine Hein heeft een boodschap achtergelaten. Nero? Ja, maar nu wist echt. Jij weet ik wist dat zoek met een gevoel. Maar Kleine Hein zou wel een dat hij die boodschap vindt. Maar die boodschap zit dus in verschillende enveloppes. Verspreid over het veld, omdat we dat juist hebben gespeeld aan die karren. Nee? En in iedere enveloppe zit er een woordje van de spreuk. Weet je niet wat er zelf is? Ja, we hebben een spreuk. En rond het plein gaan er dus leventjes. Dat zijn zulke kartjes. Ik ga dat even doen. Bletjes of roentjes of zo. Dat zijn losse bladjes rondleggen. En we gaan moeten zoveel mogelijk leventjes zoeken. Brrrr.
deze fantastische mooie plaats te... Hebben jullie dat gezien hier? Dat wij in deze bus hele eigenaardige dingen hebben meegemaakt. Ik zat toen helemaal langs achter in de koffer en ik zag deze mannen zo eigenaardig tegen elkaar doen. Ja! Wisten jullie dat? Ja! Laten we morgen doen. Dank u. Laten wij morgen daar extra werk van maken. Dat wij iedereen proberen te aanvaarden met zijn eigen dingen en hoe hij eigenlijk is. Als dat duidelijk is. Ja? Hé, hé. Maar ja, ik ben zo klein. Ja, tot morgen allemaal. Ik kan het niet. Nee, Dirk deed ook mee en is eigenlijk de achterwinnaar. Maar daar straks meer over. Op de vijfde plaats Sydney met 37 punten. Vierde werd Dieter met 36. Derde werd Ingo met 35 punten. Tweede werd Bert met 24. En Wouter was de winnaar. Zeer zeker verdiend, leider Koen. En daar werd Kurt de Dom om hun camera op te letten. Zo zelf. Zeer lang. Zeer lang. Zet maar goed. Wie moet er nu komen? Hallo, kom meneer en burgemeester. Dag meneer. Maar heel de hand heb je. Maar ik is hier de zoon, hè? Ja. Meneer, vlieg thee of koffie? Nog een theetje zo. Wat ik zag niet, hè? Ja. Wat andere doe je dat ook niet? Weet ik het niet. Ze heeft zeker zo'n vingers verbrand. Ik kom er ook te verloren. Ja, meneer, burgemeester, zet me op. Bouwen van dit bedrijf hier te gaan. Ooit maar hebben, meneer Burgemeester. Ooit maar hebben. Meneer Burgemeester, vierkante meter voor ons. Meneer Burgemeester, in de zon is dat dus. Alleen? Zeg meneer, moet je nog een beetje maken? Is het dus alleen? Ja, een beetje. En meteen, nee. Gewoon een keer gaan bouwen, hè? Ja, hé. Hé, dat gaat zetten gelezen, meneer Burgemeester. Dat is in orde, hè? De krant. Ja, dat is in orde. Kijk hier. De weekbode, zeg. God, dat is heel. Dat is heel zetten. Marvin? Ja? Mijn boemst moet je drinken. Oké. Moet je drinken. Zeg, en we gaan toch een keer... Ze noemen me... Hey, oh, ik ben maar een meter groot, toch eet ik niet meer op de schoot. Ik ben maar een meter groot, toch eet ik niet meer op de schoot. Ik wil graag groter zijn, maar ik ben nu eenmaal klein. En toen gaan we dat al zo doen. Nee? Ze noemen me...
Hey. Wel overal bij zijn, ze noemen mij. Hey. Maar ja, ik ben klein. Goed, dus straks houdt kleine Hein vooral aan de sloepertjes en ze wel recht te staan en gaat dan allemaal moeten op die reden een kleine komt staan. Ik heb het in de zware voet vandaag met dat vriend in baar genomen. Ja. Ik heb van hier op tijd aan de pitsen zeren. Oh, nog wel en al. We mogen zien dat dat redelijk in orde is. Zijn de bus een beetje in orde? Natuurlijk. Oh, ik weet dat nog wel van jou. Jongens, mee. Feestal. Oh, nee.
Eerst vlaggen. Kijk, dank u. Dank u. Dank u. En de lijstschrijving van de jaren? Ah ja, in de 80's hier. In de 80's, dat is ja. Heel fijn, dat er zoveel mensen willen naar geweest. Ja, toch. Ja, de bus, ja. De parachute springen. Goed. Oh, ja. Ja, goed. Ja, de buschauffeur. Hij moet er niet van springen. Maar we gaan hier met dat springen. Ja, ja. We moeten niet bij een daas gaan en doen zet niet. We moeten maar wachten. Ja, daas gaan. Ja. Ja. Ja, chauffeur. Ja. 24. Dat is de rommel, hè? Dat is juist, hè? Ja, dat is goed. We zijn daar. Ja, dat is goed. Ja, en hij niet te veel spaten, geen cyclet en hij een afloop bij de trokken van de Sambri. Ja, dat is goed. Ja, Bernard, weet je hoe met je zit? Je mag het alleen kunnen. Het is toch wel warm, hè? Gewoon vast op nu. Airconditioning. Ja, Jacqueline. Heb je mijn zonnebril niet gezien? En ben je hoor, Leila, nog een busminuutje. Was die van boven aan? Dan wil je een zonnebril, hoor. Je moet een zonnebril. Wat heb je? Aan de andere kant? Wat zijn mensen snel maar nu? Kan je dat zo uit de stoel leggen? Het volgende wil ik nog kwijt voor jullie aan tafel gaan, want wij bieden u met het keukenpersoneel en met onze leidingsploeg een heurend kopje koffie aan. Maar daarvoor hebt u wel uw stoel van buiten nodig. Zo, maar we hebben nog meer in petto voor vandaag. Wij kunnen natuurlijk ook iets drinken en alles is aan de prijs van 25 frank. Niet dat wij het geld uit uw zakken willen jagen, maar u weet wel wat dit betekent natuurlijk. Goed, daarna hebben we ook nog een spelnamiddag, maar dat hoort u als u het fluitje hoort. Het is een verdorie warm, dus ik ga het kort maken. Ik wens u een heel prettige namiddag hier op onze speerweide en daar in onze gebouwen. En ik wens u ook heel smakelijke koffie toe. Misschien kunt u nu uw valiezen nemen en richting iets al begeven. Hey, even zes en de bedoelingen dat die wat er dan nog? Nou veel. Zo, die bent even vast. Hoi, vooruit. Hoi, Ja, dat is wel. 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 Ja, dat is w
Voor de kloppen, voor de kloppen. Ik heb voort met mijn droge poepen en de natte zitten van hier. Ja, ja, ja. Je moet dat noteren mee dan, voor in het verslag te zetten. Ach, dan was wat droog. Hoe zie je dat? Nee. Zet al jij zijn benieuwd in handen? Ja, geen probleem, man. Ja, jongens, man. Ja, wel, geen probleem, man. Ja, wel, hier niet. Hier. Wij zijn er niet. Hier is dat het niet. Voor een praktische informatie op dit, de vrachtwagen die zal dus maandag ter beschikking staan en de bus die komt zondag om 5:30 aan. Just voor
dan wel eens. Oh nee, die was toch beurt. Die hitte al naar boven honger. En Jules was er nog niet. Jules was er nog. Die hitte was toch beurt. Zat hij in een kartus? Die is film. De meeste Chiro houdt dat uit aan van Jan. Kijk, wat er best aan Fries aan het filmen is. Volgens mij al werden. Ik ga er niet zin in, maar oor werden. Hier voor de tent. Nee, ja, iedereen moet dansen. Iedereen moet dansen, nee. Voor de tent. Daar voor de tent. Milan, nee. Hallo, doe maar. 1, 2, 3. Wacht een keer. De andere groep mag wel uit. Die groep is bezig. Ga weg. De mouwen slaat die trutters. Ik zit in doppen. De zaaste voor een keer. Klaveren. Komt u maar uit, ja. Ik leg hier een kans. Oeh, maar die kan daar niet op. Ik ga een beetje vetten. Ik leg de 9. Ze zijn van ons. Dan is dat toch voor ons. Oeh, ik ga schoppen. Wij hebben 7. Schoppen, Kurt. Ik zal pijk 8 doen. Dat zijn schoppen. Kurt koopt klavers. Dat ziet u natuurlijk niet, dat is een haas. Ik moet dat niet meer mee. Het springt heen en weer. Mijn moeder had alweer gezien, maar we stonden weer eens hier te tenten. Ik zet de wagen. Wil je weer bereid? Hier, laat staan. Oh, wat? Wat? Blijf toch verder. Wat is dat? Hij moet drinken door de buurt. Wat is Ha 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 ha!
Wacht hier. Jeetje. Minder roepolier. Dat is een roepje. Hé, smorten we. Jeetje. Wie vallen we Dan. Mooi is dat jij maar. Ah! Dat is niet! Kom! Kijk even plan! Hey, Ine! Hier! Hola, heb je een studie, Bobby? Heeft hij al vlot met de ander? Kun je er ook een tegen? Heb hier? Jos, ze zijn vier groot. Ik kan stellen, hè? En hebben allemaal een kaart gekregen uit een kaartspel. Dus, je moet rondlopen in de bus en je moet pas dat je kleur zwart hebt. Moet je een groen zetten, ofwel een rood, nee, ofwel een geel. En je moet dat kwart twin aan je tegenstrijver. En die wacht is, krijgt een leventje van de ander. Als je 40 leventjes hebt, per twee persoon. Dus moet je met twee persoon, leider Paul of leider Stefan zoeken. Ex-leider. Hij zit er in een envelop bij hem, hij moet dat even. Je moet met twee in dat kamp gaan. Met 40 leventjes. Bobby, het zijn er 20. Maar je zult nu nog blank of niet. Kijk, Girotel. Maar ja, man. Girotel. Op kant van mijn schoen. Het is een blankos hockey. Ik weet het, maar we hebben Tien en Bus. Maar wie had zo in dat blankos tussen? Ik wil die niks hebben. Oh, zodat ik niks heb, stoor. Ik heb er nog met Girotel en Hachi. Mooi. Weer een niet. Ja. Zit dat van hier? Nee, nee. Hallo mannen van de Giro. Ik wist niet dat jullie mij al niet verwacht hadden. Ik heb namelijk een beer bij mij. Ik moest dat. Mijn mama heeft die vanmorgen gebracht. Speciaal met een bus en een petje. Maar ja, en dan zie ik hem toch niet veel meer gebruik, laat ik hem altijd onder de vrachtwagen slapen. Maar goed, ik ga hem eventjes aan de kant leggen. Zo. Ik ben een beetje verrast dat jullie hier zo vroeg zijn hoor vandaag. Maar ik heb het een en ander gezien vandaag. Ik zat namelijk voortdurend daar in die kast. Ja. En ik heb dus de hele dag daar gezeten. En ik heb veel gehoord en ik heb veel gezien. Maar voor wij nu verder gaan met... We gaan tot de zee, maar ik ga nu eenmaal zijn. Ik ben Rote Heijn. Ik ga zo graag op kamp met Girotel. Nooit in achterhand. Ze noemen me Heijn, Heijn, Heijn. Heijn, Heijn, Heijn. Ze noemen me Heijn, Heijn, Heijn. Heijn, ja, Heijn. Zo, oké. Okay.
dat was dus een prachtige intro vanavond. Ze hebben een heel mooi dorpsspel gespeeld met enorm veel actie, maar deze namiddag een spetterend bosspel. En vandaar dat ik, jawel, een heel daverend applaus. Om mijn fantastische achterkant, die een paar keer vanavond van zijn fiets is gevallen en zijn behoorlijk pijn heeft gedaan, u ziet het aan zijn rechtervoet trouwens, heeft dus behoorlijk zijn uitgeleefd in de 10 dagen. Hij kan dus fantastisch goed op het gehoor inspelen, uitdagend, maar dan ook een fantastisch applaus voor mijn achterwerk, Rick Gallery. Vandaar weg dat u in het ogenblikje dat de knopjes weer deed, hè? Ja, zo. Prima. Goed. Voilà. Oké, ziet u wel. En dat gaat ze maar verder. Dat zijn dus fantastische mogelijkheden dat ik hier in mijn... Wanneer we dus oneenigheid hadden gedurende 10 dagen, dan deed ik dit. En dan deed hij dit. En dan zag hij op de camera dit. Goed. Dus alle duidelijkheid omtrent de kleinigheid is nu wel weg. Voor de kleintjes die nu nog niet geloofden dat wij helemaal niet samen waren, laat daar niet van slapen. Goed, voor wij fantastisch. U mag direct terug applaudisseren, want we gaan naar onze eerste kandidaat. En die is Martin Martinez. Oh, we're gonna...
straks met Girotheofini. Maar één ding wens ik jou toe. Breek die stilte. Se combien pour faire des achats, zonder aspies wordt hij maar groot stralala. Arm beweeg hier wel heel erg veel. I'm train, yeah. Ik train, yeah. Jaar niks. Ze gedroegen zich opper, opper fix. Jammer van het. Muziek en je oor. Laten
Thank you.
dingen gedaan die heel mooi waren, die heel waardevol waren. We hebben ook daarom onze dankbaarheid uit te drukken. Ik wil het hier kort maken, gewoon omdat de mensen behoorlijk vermoeid zijn. Er zijn ook een bepaald aantal zieke mensen tussen. Maar... Dus daar, die groep behoort nu ook tot de leidersgroep. Misschien voor hen ook een daverend applaus.